Peter Chiliis, bekend van zijn rol in het programma Massa is Casa, staat aan de vooravond van een rechtszaak waarin hij wordt beschuldigd van belastingfraude. Deze zaak komt voort uit een onderzoek dat vier jaar geleden werd ingeleid door de fiscale inlichtingen en opsporingsdienst FIOT. Tijdens deze inval bij verschillende vakantieparken van Chili werden vermeende onregelmatigheden in de administratie ontdekt. Het Openbaar Ministerie OM stelt dat Gilis en zijn bedrijven opzettelijk fouten hebben gemaakt en verkeerde informatie hebben verstrekt aan de Belastingdienst, met als doel financieel gewin te behalen. Naast deze Belastingfraudezaak is Gilis ook betrokken bij juridische geschillen van persoonlijke aard. Zo wordt hij beschuldigd van mishandeling door zijn ex-vriendin Nicole Kremers. Kremers heeft aangifte gedaan van bedreiging en tien gevallen van mishandeling, waarbij Gilis ervan wordt verdacht haar onder meer in haar rug en neus te hebben gebeten. Deze zaak is echter niet op zichzelf staand, aangezien Gillies heeft geprobeerd om een boek dat Kremers aan het schrijven is tegen te houden. Hoewel de rechter heeft besloten dat Kremers het boek mag publiceren, is de kwestie nog niet afgesloten, aangezien Kremers een bodemprocedure is gestart tegen de geheimhoudingsplicht die zij met Gillies had afgesproken. De problemen rond Gillies beperken zich echter niet tot zijn persoonlijke relaties en belastingaangelegenheden. In zijn vakantieparken zijn ook andere onregelmatigheden aan het licht gekomen. Bij de inval van de field werden bijvoorbeeld illegaal gehuisvesten arbeidsmigranten aangetroffen, evenals overtredingen op het gebied van brandveiligheid. Het Landelijk Bureau Bibop heeft zelfs verklaard dat er een grote kans bestaat dat Ghilis zijn vergunningen voor criminele doeleinden gebruikt. Als gevolg hiervan hebben meerdere gemeenten dwangsommen geëist en zijn sommige vergunningen ingetrokken of niet vernieuwd. Naast juridische geschillen in Nederland heeft Gilles ook te maken met juridische kwesties in België. Zo heeft de rechtbank in Hasselt geoordeeld dat Gilles het Park Blauwe Meer in Lommel moet sluiten omdat hij de erfpacht niet heeft vernieuwd. Bovendien moet hij een illegaal gebouwde villa op het terrein van dat park afbreken, waarbij de rechtbank zijn gedrag bestempelde als aanfluiting en asociaal gedrag. Als straf heeft de rechter Gilles een boete opgelegd van 8000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk is. En moet het vakantiepark 60.000 euro betalen, waarvan ook de helft voorwaardelijk is. Als de villa niet binnen 10 maanden wordt gesloopt, zal er een dagelijkse dwangsom van 250 euro worden opgelegd.